De eerste mogelijkheid die je hebt is een klassieke arbeidsongeschiktheidsverzekering. Mogelijkheid 2, dat zijn de zogenaamde broodfondsen. Gaan we naar het derde punt wat ik met jullie wil behandelen en dat zijn de ik noem het even de nieuwe spelers. Ben jij ZZP'er en zit jij erover na te denken of je nou iets met een arbeidsongeschiktheidsverzekering moet doen en kom je er eigenlijk niet zo goed uit? In deze video zet ik een aantal opties voor je op een rijtje. Welkom bij CVD TV. Ja, het is een onderwerp waar we niet zo graag over nadenken. Want ja, weet je, het zal mij toch wel niet overkomen. Maar in mijn nabijheid gebeurde het wel een keertje. Een goede vriend van me kreeg een herseninfarct en was vanaf dat moment gelukkig overleefde die het. Maar hij was wel arbeidsongeschikt, 100% arbeidsongeschikt. En dan komt het in één keer wel heel dichtbij. Want ja, natuurlijk denken we met z'n allen van ja, maar hoe groot is de kans nou dat mij iets overkomt? Maar ja, wat als? En ja, het kabinet heeft plannen om vanaf 2027 een verplichting in te stellen voor alle zzpers om een arbeidsongeschiktheidsverzekering te regelen. Nou, weet ik niet of het kabinet daadwerkelijk ook al die plannen gaat uitvoeren, want dat moeten we allemaal nog maar even afwachten. Maar toch is het misschien slim om na te denken van, hey, stel dat ik er wat mee wil doen met zo'n arbeidsongeschiktheidsverzekering, wat zijn dan de opties? In deze video een aantal opties op een rijtje en laten we meteen met de eerste beginnen. En de eerste mogelijkheid die je hebt is om een klassieke arbeidsongeschiktheidsverzekering te gaan afsluiten. Dat kun je doen bij grote partijen. Dat is eigenlijk optie 1. Bij de bekende partijen, de grote verzekeraars, om het maar even zo te noemen. Um, en veel mensen doen dat ook. Dat is voor veel mensen de weg om een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. De voordelen zitten met name in, misschien een stukje perceptie, maar in het feit dat heel veel mensen die grote bedrijven en die bekende merken vertrouwen. Het is toch een belangrijke verzekering. Het is een grote verzekering die jou van inkomen garandeert. op het moment dat jij zelf geen inkomen meer kan creëren. En dus vind je het belangrijk om met een betrouwbare partij in zee te gaan. Dat is een voordeel van grote partijen. Nogmaals. Perceptie. Ik zeg niet of ze nou per se betrouwbaarder zijn of onbetrouwbaarder dan andere partijen, maar het is wel een reden waarom veel mensen naar dat soort partijen gaan. Het is een beetje hetzelfde als dat de meeste mensen toch hun spaargeld neerzetten bij de drie grote banken, terwijl er een aantal online Europese banken zijn waar je ook een ton bankgarantie hebt, maar waar je wel gewoon 1, 2 procent. Extra spaarrente krijgt. Waar je dus financieel gezien beter uit bent. Maar toch kiezen dan heel veel mensen voor het vertrouwen van de ABN of de RABO of de ING. De nadelen ze zijn niet altijd even helder. Het is een complexe verzekering met heel veel opties. En ze zijn ook niet altijd prijstechnisch de beste. Een beetje hetzelfde als bij het voorbeeld van de banken die ik net noemde. Dus daar kleeft wel een nadeel aan. Mogelijkheid 1 was dat. Dan gaan we naar mogelijkheid 2. En mogelijkheid 2, dat zijn de zogenaamde broodfondsen. Eigenlijk, ja. Een, een alternatief voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering, waarbij een kleine groep vaak zelfstandigen, 20 tot geloof maximaal 50 mensen, die sluiten zich aan bij een zogenaamd broodfonds. Ook wel een schenkkring genoemd. Dat houdt in dat je in feite maandelijks geld opzij legt en in zoverre doet iedereen dat. Dus je bouwt dus een soort collectief uh, systeem op waarbij jij met z'n allen, mocht er één van die groep arbeidsongeschikt raken, uh, je de uitkering financiert van diegene die arbeidsongeschikt. Is. De voordelen? Uh, het is een stuk goedkoper dan een klassieke arbeidsongeschiktheidsverzekering. Uh, de inleg: het is geen echt verzekering, dus de inleg die blijft ook van jou. En het is een redelijk transparant, eenvoudig systeem dat gebaseerd is op het onderling vertrouwen. Er kleven we ook nadelen aan. En het belangrijkste nadeel, denk ik, is dat zo'n broodfonds maar maximaal twee jaar uitkeert. Dus het is wat dat betreft ook geen volwaardig, um, het vergelijkbaar product van een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Hè? Want een arbeidsongeschiktheidsverzekering kun je in principe afsluiten uh, zodat die uh, zeg maar, je een inkomen garandeert tot aan je pensioenleeftijd. Een broodfonds keert maximaal twee jaar uit. Dus eigenlijk veel meer een soort overbruggingsfinanciering, mocht jou iets overkomen. En uh, bij een broodfonds zit er ook een maximum aan de uitkering. Terwijl bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering is die in principe variabel. Uiteraard afhankelijk van de premie die je daarvoor wil betalen, want hoeveel, hoe meer inkomen je wil hebben als je arbeidsongeschikt raakt, hoe hoger de premie uiteraard. Maar bij een AOV is dat flexibeler in te regelen. Deze video legt niet alles pan klaar voor jou op een bordje van ah, dit moet je doen. Maar het geeft jou in ieder geval een paar handvatten en, uh, en ideeën om, om verder uit te zoeken. Want er gelden ook wat verschillende belastingregels. Voor een AOV is dat weer wat anders dan voor een broodfonds. Dus zoek dat als ZZP er goed uit. Dus we hebben nu hebben de klassieke uh, AOV-verzekeraars, dus de grote verzekeraars gehad. We hebben de broodfondsen gehad als een soort kleinschalig alternatief, noem ik het maar even, voor een arbeidsomstandigheidsverzekering. Gaan we naar het derde punt wat ik met jullie wil behandelen? En dat zijn de. Noem het even de nieuwe spelers. Want er gebeurt natuurlijk superveel in deze markt. Het is volop in beweging. Het aantal ZZP'ers groeit. Dus er is gewoon een commerciële markt voor. Uh, het wordt misschien wel verplicht om een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Kortom, het is een interessante markt. En dus uh, bewegen zich nieuwe spelers op die markt. En ik noem er in deze video drie. Geen volledig beeld, maar drie die ik in ieder geval tegen het lijf liep en die mij opvielen. En de eerste is share people. Het is door de uh, oprichters bedoeld als een soort sociaal alternatief... De constructie is namelijk ook dat het een coöperatie is. Dus het is niet een klassiek winstbedrijf die marges moet verdienen en veel geld wil verdienen. Zo positioneren ze zich ook. En dus, zeggen zij, zijn de premies en de bedragen die je moet betalen ook lager. En het tweede merk, wat sinds een tijdje toch wel behoorlijk aan het markten is en die je her en der tegenkomt, is Insify. Een club die behoorlijk groeit. Inmiddels claimen ze meer dan 10.000 mensen al verzekerd te hebben. En op hun homepage staat een prachtige slogan, verzekeren zonder gedoe. Nou claimen alle verzekeraars dat natuurlijk, maar um, zij verschillen, Insafai verschilt toch wel een klein beetje van uh, de grote jongens. Ik zie hun eigenlijk ook een beetje als de bunk onder de verzekeraars. Namelijk 100% online, dus efficiënte processen en dus een stuk goedkoper. Dat is eigenlijk hun claim to fame. En naast arbeidsongeschiktheidsverzekeringen uh, biedt Insfy inmiddels ook bedrijfsaansprakelijkheid en beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen. Dus wat dat betreft zijn ze eigenlijk een verzekeraar. Alleen nogmaals, de propositie is nieuw, fris, jong. Uh, uh, en een beetje nogmaals zoals de Bunkbank zich positioneert ten opzichte van de klassieke banken. En uh, de derde leuke club die ik tegenkwam, en nogmaals, again disclaimer, ik adviseer er helemaal geen een, hoor, maar ik probeer een beetje een beeld te schetsen van het landschap van uh, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Verzekeringen en alternatieven daarvoor. En een van de nieuwe start-ups is super. Met twee zetten. Vandaag is er een alternatief voor de AOV-verzekering. Super! Ik weet niet of je het al gezien hebt, links of rechts, brutale campagne, maar een interessante club met een interessant product. Ze bieden namelijk geen arbeidsongeschiktheidsverzekering aan, eigenlijk. Wat zij zeggen is van, joh, wij richten ons echt op die mensen die, die uitvallen, om wat voor reden dan ook. Dat kan door een ongeluk zijn, of de ziekte, of whatever. En je hebt gewoon even de ruimte en de rust nodig om je, je dingen te regelen. Oftewel, zij keren bedragen uit, of maximaal twee ton, om jou tijd te geven. Stel er gebeurt wat ergs en je wil omscholen omdat je je oude werk niet meer kan doen, of uh, je moet je huis verkopen en kleiner gaan wonen omdat je weet dat je niet meer zoveel kan gaan verdienen. Nou, kortom, je hebt ademruimte nodig, dus je zoekt niet naar een arbeidsongeschiktheidsverzekering die je tot je pensioen elke maand netjes een inkomen geeft, maar je wil echt even dat gat opvullen dat als er wat gebeurt dat je gewoon echt geld op je bankrekening hebt staan om dingen te regelen. Daar komt super in beeld. Dit waren een aantal mogelijkheden. Mocht jij met Arbeidsongeschiktheid aan het stoeien zijn. Laat me weten, ik ben heel benieuwd, onder in de comments. Uh, wat voor jou het meest aantrekkelijk is. Neid jij naar zo'n bekend groot merk. waarvan je denkt van ja, weet je, dan zal het maar wat duurder zijn. en het is allemaal een beetje complex. maar dan weet ik in ieder geval dat het goed geregeld is. Uh, twee, ik vind zo'n broodfonds wel interessant. Een, een sociaal klein groepje. je vertrouwt elkaar en je zorgt dat je elkaar helpt. Of denk je van nou nee, weet je, ik ben toch meer voor die nieuwe spelers. want uiteindelijk kijk ik naar mijn portemonnee. en die zijn veel al toch een stukje goedkoop... Die zijn misschien helemaal online, vind ik lekker, vind ik makkelijk. Wat 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 eenvoudigere processen, wat minder kleine lettertjes misschien. Um, als ik ze zo schets, wat heeft dan jouw voorkeur? Ik ben benieuwd. Laat het onder in de comments weten. Laat ook weten uh, als je al iets hebt geregeld. Wat heb jij geregeld en waarom heb je dat geregeld? Ik ben super benieuwd. Um, als ik kijk naar mezelf. Ik heb het wel geregeld. Um, en dat had met name ook een beetje te maken uh, met die vriend van mij. Ik vond het ook altijd best wel duur een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Maar goed, ik had een gezin en ik heb een huis. En ik had wel zoiets van ja, weet je, als er wat gebeurt, dan wil ik wel gewoon verzekerd zijn van inkomen. Uh, en ik zeg nu wel eens voor de grap tegen mijn vriend: van: weet je, uh, eigenlijk betaal ik mijn AOV-premie voor jou. Zodat jij een maandelijks inkomen hebt waar jij uh, goed van kan leven. Dus dat is zoals ik het heb geregeld. Uh, again. Ik, het maakt me niet uit wat je doet. Het maakt me ook niet uit of je iets uh, verzekert. Waar het mij om gaat, is dat je erover nadenkt. Denk er niet te laconiek over. Je bent zelfstandig ondernemer. Dat betekent dat je echt je eigen boontjes moet doppen. Maar dat betekent ook dat als je geen inkomen hebt, dat je niks hebt. Dus denk erover na. Denk wat voor jou uh, passend is. En ik wens je heel veel succes met het nemen van de juiste beslissingen. En uh, mocht jij uh, dit interessant vinden en je wilt meer van dit soort video's waarbij we je proberen als ZZP'er verder te helpen, abonneer je dan. Dan hieronder op cvd tv en dan mis je helemaal niks meer voor nu dank je wel voor het kijken hoi